Toen ze kort bij Jeruzalem kwam, bij Betfage en Bethanië, de kade van Olivenberg op aan, stuurde hij twee van zijn leerlingen erop uit met de boodschap: ga naar het dorp dat voor u ligt, en als je erin komt, dan zul je vol aan de reepzee staan. Daar heeft nog nooit een mens opzetten. Maak het los en breng het hierop aan. En als u de een vrucht wat moet dat doen, dan moet die zeggen: een heer moet gebroken. Hij lukt voort weer inbrengen. Ze gingen op pad en vonden het vul dat boeten aan de straat vastbinden was binnen een deur. Ze maken het los. En wat van die leur die er stonden, zijn denk je, wat doe die door dat vul los te maken? Ze deur niet bescheid, zoals Jezus eerder zegt had. En de leur niet geworden. Ze nam het vul met naar Jezus heen, leiden haar kleren eroverheen en hij ging erop zitten. En veel leur spreiden de kleren uit op de weg. Andere leur deur net met groen, dat ze van het veld haald hadden. Die voorop leupen en die achteraan kwam, die reupen onwijs had. Feest. Dat is het feest van het ongezoerde brood. De fariseeën en de schriftgeleerden proberen Jezus op een slauwe wijze in de hand te krijgen om hem van kaart te maken. Want ze zeiden: niet op feest, als kan het volk zich wel eens reuren gaan. En Jezus was in Bethanië bij Simon, den met de hoedziekte in het hoes. En onderwiel, als hij aan tafel te eten lag, kwam er een vrouw aan met een albasten flesje, vol met echt een duur nardesbalsem. Ze brak het flesje en gooit het leug over Jezus zijn hoofd. Wat banden die zich door slimme stoornissen zeiden tegen elkaar: waarom moet de nardesbalsem zo vermalsmen? Die had ja voor meer dan 300 zilverstukken verkocht worden kunnen. En geld haar naar de arm gaan kunnen. En ze deuren lelijk tegen u. Maar Jezus zei tegen haar: hört auf, waarom las ihr niet in Ruhe? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Getan, was sie konnte.
Judas Iscariot, een van de 12, ging naar de overpriesters heen om Jezus weer aan te brengen. En op de eerste dag van het feest van het ongezuurde brood, als ze naar het gebroek het Pesachlam slacht, zijn zijn leerling tegen hem: "Waar wist u dat wie hen gaan zult om voor die het Pesachmaal terecht te maken?" Toen stuurde Jezus twee van zijn leerlingen en zei tegen haar: "Geet in die stad, dort wird euch ein Mann begegnen, die reinen Wasserkrug trägt. Folgt ihm, bis er in ein Haus hineingeht. Dann sagt zu dem ging heen en kwam in de stad. En troffen alles aan, zoals hij eerder zegt haar. En ze maakten het Pesachmaal kloor. Toen het oondwen was, ging hij door hen met de 12. En toen ze aan tafel te eten zaten, zei Jezus: "Amen, ik zeg het. Einer von euch wird mich verraten und ausliefern. Einer von denen, die zusammen mit mir essen." Da werden sie schlimm bedroht von den Frögen und ihn nun ahnen, aber ich doch nicht. Und er sagt, denkt er: in stukken, deel het uit en zei:
en ook nam hij een beker. Door dankgebed en gaf den deur. En ze dronken er allemaal uit. Hij zei... Zong nog een loflied en ging toen op Molivenberg op aan. Toen zei Jezus tegen haar: Petrus zei tegen hem: licht wat ze dat allemaal slim vleien met, maar ik niet. En Jezus zei tegen hem: zal ik nog niet zeggen dat ik die niet ken. En zo spraken ze allemaal. Ze gingen naar een steen die ze Gethsemane noemt. En hij zei tegen zijn leerling: Jacobus en Johannes met zich met
en hij begint onmeunig benauwd te kriegen. En hij wist zich heel geen raad meer van angst. En hij zei tegen haar: paard treedt verdaan en hij leurt zich voor de grond vallen en bidden dat hem dit uur, als het mogelijk werden zal, bespoord blijven zal. En hij bad: ging weer om en viel neer in slaap en zei tegen Petrus: Simon, du schläfst, konnt du nicht einmal eine Stunde wach bleiben? Wacht und betet, damit er nicht in Versuchung geratet. Der Geist ist lieblich, aber das Fleisch ist schwach. Ich ging wieder fort und bat mit dieselbe Wör. Und wir finden eher in Schlaf. Sie konnten die Augen nicht loshauen und sie wussten nicht, was sie tegen ihm singen mussten. En ik kwam voor de derde maal voor hem. En hij zei tegen haar: Schlaft er immer noch und ruht euch aus. Es ist genug. Die Stunde ist gekommen, jetzt wird der Menschensohn. Nog met aanbraan zeg of Judas, een van de 12, kwam er aan met een hele koppel kjels, wapen met zwaarden en kluppels. Die waren erop uitstuurd door de oude priesters, de schriftgeleerden en de oudsten. Met een verrader had met eer een teken afsprong. Den ik kussen zal, den is het. En breng hem voort onder scherpe bewaking. En toen Judas er aankwam, ging hij voort op Jezus af en zei: Meester. En hij kuste hem. En ze stukten de handen naar Jezus goed en kregen hem vast. En een van die in de priesten trok zijn zweert, sloeg een hoge priester zijn knecht met een honende woorden. En Jezus zei erop tegen haar: Wie gegen einen Räuber seid ihr mit Schwertern und Knüppeln ausgezogen, um mich festzunehmen? Dann für Tag war ich bei euch im Tempel und lehrte und ihr habt mich nicht verhaftet, aber das ist geschehen, damit die Schrift in Erfüllung geht.
ze leurden hem allemaal in de stek en maakten dat ze voortkwam. De jong kerel liep hem na. Hij had anders niks aan als een laken en met blote lief. Ze kregen hem vast, maar hij leurde het laken en smeerde hem nakend. Ze brachten Jezus bij een hoge priester en alle oude priesters. Een oudsten en schriftgeleerden kwam door te hoop. En Petrus was Jezus van wie hij volgt tot een binnenplaats van een hoge priester zijn paleis. En hij zat door tuskend werkvolk en warm zich bij het vuur. En de oude priesters en heel een raad probeerden de aanklacht tegen Jezus te vinden om de doodstraf voor hem te krijgen. Ze vond niks, want verschijnen leurde een valse verklaring oplengt tegen hem. Maar die klopten niet met elkaar. Ook wandde deze op en betiende een vals in zijn. Wie hebt hem ja hun zing? Ik zal deze tempel, den door mensenhanden timmerd is, opbrengen. En in 3 dagen een ander opbouwen, den niet met de haan timmerd is. Maar ook die getuigenissen klopten niet met elkaar. Toen de hoge priester op en ging in een kring staan en vroeg Jezus: ga u daar nens bescheid op? Het is niet niks wat de leur je oefen beteet. Maar hij zweeg stil en gaf geen bescheid. En van eens begon een hoge priester hem te ondervragen: ben je niet aan de Christus, een zoon van een gezegende? Vroeg je Jezus. Petrus op een binnenplaats zat, kwam door een van de dienstmerkers van een hoge priester aan. Toen ze Petrus zag, den zich zat te warm, keek ze hem strak aan en zei: ik ben ja ook bij de Nazarene, den Jezus. Maar hij streed door dat af en zei: ik weet er niks van, ik begrijp niet waar hij het over hebt. En hij ging naar boeten, naar het voorportaal. Door krijgen een haan. Toen dat wicht hem de weer zag, begint van eis tegen de omstanders te roepen: dan is er ook een van die. Maar hij streed u dat van eis af. Kort daarna zijn ook de omstanders tegen Petrus: waarachtig, ik ben er ook een van die. Ik kom ja ook uit Galilea. Toen begon Petrus te vleuken en te zweren: ik ken hem ja geel niet, waar hij touwer hebt. En gelijk kreeg de haan voor de 2e maal. Toen scheurt Petrus het woord in zin dat Jezus tegen hem zegt had. Voor een haan 2 maal kreeg, zoals mij 3 maal verlegen. En hij barstte in tranen uit. En s'monds vroeg kwam de oude priesters met de oudsten, de schriftgeleerden en heel een raad tot besloot. Ze bunden Jezus de handen vast, leiden hem voet en leuwen hem uit aan Pilatus. Ik ben een koning van de Joden. En Jezus zei erop:
beteen hem van alles en nog wat. Van eis probeert Pilatus hem te ondervragen en zei: heb je daar niks op te zeggen? Moest nog gaan, was u allemaal van beteet? Maar Jezus reageerde er helemaal niet meer op. Door verwonden Pilatus zich over. Met een feest leert hij uit een gevangenen vrij. Eén was hem vreugd. Nu zat er een zekere Barabbas vast. Te hoop met rebellen die binnen oproer een moord hadden begaan. Het volk kwam de trap van het paleis op en begon te eisen dat Pilatus voor haar doen zou wat hij uit al voor de deur. Pilatus zei erop: wil je dat ik u den koning van de Joden vrijlaat? Maar die had maar door dat de oude priesters Jezus uit of kunstigheid uitleverd hadden. De oude priesters schuurden het volk op. Zij zullen leuwe Barabbas vrijlaten. En Pilatus zei erop: wat wil je dan dat ik doe met een zogenaamd koning van de Joden? Ze schreeuwen tegen hem: kruisigen! Pilatus zei tegen haar: wat van kwaad hebben we dan nog? En ze ging nog harder af. Kruisigen! Omdat Pilatus het volk te meurt komen wil, leurt hij haar Barabbas vrij. En Jezus leurde gijzel en gaf hem ouder om kruisig te worden. De soldaten namen hem met naar een binnenplaats van het paleis naar het gerechtsgebouw. En ze reut met het hele bataljon bij elkaar. Ze deurden hem de pers naartoe hem, vlochten de kraas van deurne en zetten hem die op een kop. Ze salueerden voor hem en reuken: wie groet uw koning van de Joden? En ze houden hem met een stok op de kop, spuien hem in het gezicht en vullen voor hem op de knie. Moet hij hebben gehoord. Zat van, deurden ze hem de pers mantel weer uit en deurden hem zijn eigen kleren aan. Toen brachten ze hem voort om kruisig te worden. Ze dwongen een voorbijganger, een zekere Simon uit Cyrene, die net van zijn laan kwam, om den kruisbol te dragen. Die was de vaar van Alex en Rufus. En ze brachten hem naar een steen die Golgotha het. Overzat is dat Golgemeld. Door won ze wie met mirre doen, maar hij nam niet meer af.
kruisigden ze hem. En ze gingen heen en verdeelden ze in de kleren. En dan onder hem wilden wat kriegen ze. Het was denk Nengus Mons dat ze hem kruisigden. Bedoeld als opschrift met de aanklacht stond er op een bord geschreven: de koning van de Jun. En geliek met een bunde twee rovers kruisigd, één rechts en één links van hem. En de voorbiegangers van Lakskomen schun met een kop en reuken Hedua. Iedem tempel oprecht en in drie dagen weer opbouw. Nou dan red u zelf en kom van dat kruis af. En net zo maken ook de oude priesters met de schriftgeleerde gekheid onder elkaar en zeiden: anderen hebben verwarret, met zichzelf rennen dat kan er niet. Je bent toch de Christus, de koning van de Joden of Minna. Kom dan van dat kruis af, dat je zien kunt en geloven. En die twee die met hem kruisen van begonnen net zo te zagen. 12 uur 's middags hun de duister over het hele land tot 3 uur aan het hoor. En om 3 uur schreeuw Jezus met harde stem: wat van die omstaanders hoorden dat en zeiden: hoor eens, het op Elia. En een van hen ging heen en doopte een spons in zoen wien en stukte die op een reetstok. Leurde hem drinken en zei: nou eens even wachten en kijken of Elia kan om hem eraf te halen. Maar Jezus schreeuwde hard: gedien in het tempel scheurden in twee stukken van boven tot onder. Toen commandant
en ten kruis over opsteld was vernam hoe Jezus storm was zeide, we zijn waarachtig, Demma was een zoon van God. Er waren ook wat vrouwen die van wie een toosten te kijken. Er was Maria Magdalena bij en Maria, de moeder van jong Jacobus en de moeder van Jozes en Salome. Die waren Jezus gedurig volgd in Galilea en hadden voor hem zorgd. En er waren nog verschillende vrouwen die met hem naar Jeruzalem trokken waren. Het was haar oomdwen van voorbereidingsdag. Dat is een dag van Sabbat. Toen woon Jozef van Arimathea erop naar Pilatus hem te gaan. Om te vragen of het lijk van Jezus hem kon. Hij was een voornaam lid van de raad en de man. En zelf ook het godsriek verwacht. Met Pilatus kon haast niet begrijpen dat Jezus haar dood was. Hij riep een commandant bij zich en vroeg hem of het waar was dat Jezus haar storm was. En toen hij van de commandant gehoord had dat het zo was, stond het lijk aan Jozef op. En dan kochten zich een stuk doodslin, nam Jezus van kruis af, wikkelde hem in hennekleed en leer hem daal in de grafkelder, den uithak was in de rots. Geef een steen van toegang van de grafkelder. En Maria Magdalena en Maria,
de moeder van Jozef ten toor te kiezen. O Heer, daar ligt.